FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sports, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Welkom bij weer een aflevering van FC Den Bosch TV. Na de zure en dure en wellicht onnodige nederlaag in Volendam met 2-1 was Den Bosch scherp voor de wedstrijd tegen Almere City. Maar helaas, het werd een 1-3 nederlaag. Prachtige doelpunten hebben we gezien, maar niet voor Den Bosch, alleen die van Nick Vossenbelt. We bespreken de wedstrijd met Wiljan Vloet, met Jeremy Fernandes en natuurlijk de doelpunten maken Nick Vossenbelt. Vrolijke carnavalsklanken voorafgaande aan de wedstrijd FC Den Bosch Almere City bij de hoofdingang. En die moesten de toeschouwers een beetje opwermen voor deze wedstrijd. Twee wijzigingen bij FC Den Bosch. Keeper Heemskerk weer terug naar zijn griepaanval, zullen we maar zeggen. En Heijmans vervangt Jordi van der Winden. Die heeft een hamstringblessure en is nog wel 2 weken onder de pannen, zoals dat heet. Hier de aftrap van Soufian Ananart. Bleek naderhand in de wedstrijd zo'n beetje de grote uitblinker te zijn bij Almere. Hij mag aftrappen van de scheidsrechter Edwin van der Graaf. En Almere meteen gevaarlijk bij de eerste de beste hoekschop. Na een paar minuten al wordt de bal doorgekopt. En die bal die gaat met raken links langs Lars Nieuwpoort. Die daar klaar stond om de bal in te koppen. Hier een dieptepas. Oeh, scheidsrechter, zit daar geen Almere speler met zijn handje aan de bal? Nee, blijkbaar niet. En Bilate die scheurt daar alsnog een hoekschop uit. Genomen natuurlijk door Alessio Carlone. Biemans raakt de bal, maar iets te hard. En die bal die gaat dus over het doel. Maar het is vooral Almere City dat het tempo aangeeft en meer balbezit heeft als Den Bosch. Goed de combinatie zoekt. En ook qua strijdlust de bovenliggende partij was. Hier een matige paas van Heijmans. En dan moet Biemans ingrijpen. En dat levert hem een vrije trap op en een gele kaart. Gelukkig komt de bal tegen Vossenbelt aan. En uiteindelijk is het Maatse die de bal naar voren knalt samen met Biemans. Maar het is toch voornamelijk Almere City. Hier een aardige aanval. Daar zit Heemskerk uitstekend bij. En krijgt Den Bosch dan nog een mogelijke kans. Hier een mooi technisch hoogstandje van Beltrame. En die bal die wordt op het laatste moment nog gesmoord. En levert dat helaas geen doelpunt op. Hier laat Vossenbelt even zijn mannetje los. En is het Tom Overtoom die vanaf een meter of 25, 26, misschien zelfs wel iets verder, vernietigend uithaalt. Wederom een zondagschot op de vrijdagavond. En die bal die ging in de bovenhoek. Den Bosch natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Hier via Carlone. En die raakt de bal maar half. En via een voetje van een Almere speler gaat die bal alsnog naast. Maar Almere, ja, goed in het duel, heb ik al eerder gezegd. En ook in de combinatie hier een prachtige 1-2 brengt uiteindelijk Tom Overtoom weer in schotpositie. En ook Nieuwpoort probeert het nog maar eens een keertje van afstand. Maar Heemskerk in tweede instantie de bal onschadelijk gemaakt. Hier een aardige actie van Carlone op rechts. Mooie voorzet. Bilate. Oeh, Beltrame raakt de bal helaas maar half. Dit zijn toch mogelijkheden, die moet je maken. Dan denk van anders, dan ga ik het zelf doen. 1-2. Drie man voorbij, vier man. Maar dan uiteindelijk in de melee van Almere spelers raakt hij dan alsnog de bal kwijt. En ook deze vrije trap van Alessio Carlone levert niets op. En hier Ananacht, die gaat op Heemskerk af. En met links haalt hij uit. Die bal die gaat gelukkig voor Den Bosch langs de verkeerde kant van de paal. Dan hier Bilate. De kans in de eerste minuut van de tweede helft om de gelijkmaker te maken. Dat lukt niet. En dat had het eigenlijk wel moeten zijn. Want ja, tegen Almere krijg je weinig kansen. En dan hier een mooie doorspeelbal. Komt bij Nieuwpoort terecht. En die knalt met links omdat Delia Maatse over de bal heen trapt. En dat betekent uiteindelijk de 0-2. En lijkt de wedstrijd zo'n beetje beslist. Aardige paas van McIntosh. En hier dan Bilate. Zijn vrije trap. Die gaat maar net naast het doel. En Wiljan Vloet grijpt in met een dubbele wissel. Regales komt in het veld. En even later ook Luc Brouwers. Zij moeten het tij doen keren. Maar nog steeds die 0-2 achterstand. Is FC Den Bosch in staat om te scoren? Hier misschien via Bilate. Gaat de bal naar Fernandes. Voorzet, een beetje laag. Komt bij Vossenbelt. Die kan er weinig mee. En dan laat Almere zien hoe dat het dan eigenlijk wel moet. Want hier komt er een voorzet bij Ananach. En die maakt uiteindelijk de 0-3. Rick ten Voorde. Die gaf de bal voor randje buitenspel van Ananach. Maar het is toch de 0-3 wedstrijd lijkt beslist. En is ook definitief beslist. Hier een aardige paas van Bilate. Bilate Regales, Vossenbelt. En Vossenbelt kan hier dan een paar minuten voor tijd de spreekwoordelijke eer kan hij redden. Dan blijft het toch 1-3.
En is het toch een beetje pijnlijke nederlaag voor Den Bosch, wat aan zo'n goede serie bezig was. Maar kon helaas het spel van met name de thuiswedstrijd tegen NAC niet voorzetten. Maar hier Brandon Robinson, misschien heeft hij nog een aardige actie in huis. Ook nog ingevallen, komt de bal bij Fernandes. Die krijgt hem voor zijn linkervoet. En die bal die gaat aardig over de kruising heen. En oei, dan Biemans verslikt zich een beetje in Ananak Soufiane. Wat gaat hij doen? Speelt hij de bal af? Hij gaat voor eigen succes. En die bal die gaat een metertje naast het doel afleggen. Was zeker de 1-4 geweest. Maar hij ging voor eigen succes. Ananak toch eigenlijk een speler die in de Eredivisie thuis hoort. Nou, wij dachten hier nog een kopballetje van Bilate. En de laatste aanvallen zijn nog weer van Almere. Hier via Overtoom. Legt de bal voor zijn rechtervoet. Haalt Ama Heemskerk met zijn vuist. Tikt de bal over de lat heen. En dan zitten we al zo'n beetje op het einde van de wedstrijd. Met nog steeds die 1-3 op het scorebord. Vervelende nederlaag voor Den Bosch. Wiljan, wat is jouw gevoel na deze wedstrijd? Nou ja, hier staat hij met een terechte nederlaag, hè, vind ik. Ik vind dat we niet de aanspraak hebben gemaakt. We hebben wel een moment dat we de 1-1 hadden kunnen maken direct naar rust. Ik vond dat we de eerste helft ook twee momenten hadden dat Mario meer rendement kan hebben. Ja, waar je toch gewoon teleurgesteld bent, is dat we niet aan het voetballen zijn gekomen. We hebben energie gestopt in de wedstrijd. We hebben geprobeerd te verdedigen. Vond ik ook niet altijd even goed, maar ik vond met name heel teleurstellend dat we te weinig aan het voetballen zijn geweest. Als we de bal eenmaal hadden, met heel veel pijn en moeite, waren we hem heel snel kwijt. Ja, dat was gewoon niet goed. Het was wel een goed voetballende ploeg. Snelle counterploeg. Ja, heel goede ploeg. Veel rotatie op middenveld. Daar hadden we moeite mee. En je hoopt dat je een stapje verder komt. Dus je probeert het ook neer te zetten. Dan nog vind ik dat mijn ploeg op dit moment een hoger rendement moet hebben. Kijk, je kunt verliezen. Maar de manier waarop we hebben verloren vind ik gewoon bij het teleurstellend. Omdat we in balbezit gewoon veel te weinig hebben gebracht. Het was met rust maar 0-1. Ik denk, net na rust heb je de kans om gelijk te komen. Ja, we moeten gelijk maken. 100% kans. Spits die alleen op de keeper komt, die ene been staat, die moet er gewoon in. Zo simpel is het. En dan ruikt Almere zijn kans en de volgende counter is raken. Dan is het 0-2 en dan lijkt de wedstrijd beslist. Nou ja, die 0-2 is ook gewoon een persoonlijke fout. Hè. Dat wordt over de bal gemaakt. Terwijl je gewoon die bal mag staan uit, die mag alle kanten uit. Alleen je mag er niet overheen schieten. Er was ook helemaal geen druk op de bal of niks. Dus die bal moet gewoon weg. Daar kun je niet tegen doen. Kijk, de twee tegengoals vind ik persoonlijke fouten. Maar mij maakt het nog steeds meer dat ik gewoon vervelend vind dat we niet dichter bij het niveau zijn gekomen van NAC. Ik heb jullie ook al uitgelegd dat het best moeilijk is dat niveau te halen. Maar we hebben niet door de ondergrens gezakt. Maar het is niet een avondje waar ik warme voeten van heb gekregen. Hoe nu verder? Nou ja, gewoon de weg die we in hebben geslagen. En dat is vervelend omdat je verliest. Maar we gaan wel door met het weg die we in hebben geslagen. Omdat ik zie dat we groei hebben, we hebben potentie. We hebben nu een mindere wedstrijd gespeeld na 5-6 wedstrijden waar we acceptabel hebben gespeeld. Nou, dat gebeurt. Het is niet goed te praten. Ben ik helemaal niet happy. Maar het is ook niet zo dat we nu helemaal in de paniek moeten gaan zitten. Jeremy, dit is wel een hele dure en zure nederlaag. Hè? Ja, 3 punten weggeven. Slecht gespeeld vandaag. Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik heb er geen woorden voor, maar hoe kan dat? Hoe kun je eigenlijk zo weg laten spelen door deze ploeg? Het is een goede ploeg natuurlijk, maar ja, het leek nergens op. Althans de eerste helft. Ja, Almere is wel een goede ploeg, maar we moeten nou zelf kijken. En, het leek alsof vandaag niks lukte. En we moeten voor onze eigen kwaliteit uitgaan, maar vandaag zat het niet mee. Het is een ploeg die heel makkelijk combineert, die snel combineert, die graag de bal heeft. Daar gaat Den Bosch ook veel moeite mee. Ja, ze hadden veel lopende mensen, zwerven, de buitenspelers die naar binnen kwamen. Ja, daar hadden we wel moeite mee met doordekken. Ja, goed oppakken. Maar goed, dan is het met rust nog maar 0-1. Dan krijg je de kans meteen naar rust op 1-1. Dan krijg je misschien een heel andere wedstrijd. Nou, als je hem niet scoort, dan krijg je hem weer tegen. Had jij goed gezien, want in plaats van dat 1-1 werd het ineens 0-2. Ja, de 0-2 vliegen op is uit de lucht. En de tweede helft, ja, we waren een beetje aan het drukken. En op een gegeven moment valt die goal uit het niets. En dan komt die 0-3 erachteraan en dan is de wedstrijd gespeeld. Het is zo zonde, want Den Bosch had een aardige serie weggezet. Een beetje ongelukkig verloren in Volendam. Maar dit was toch een dik verdiende nederlaag. Ja, we speelden onder ons niveau. En we kunnen alleen maar kijken naar de volgende wedstrijd en gewoon weer goed gaan spelen. Wat voor jouzelf? Ben jij tevreden over je prestatie? Ja, vandaag een mindere wedstrijd. Ik denk ook als team, weet je. Je houdt elkaar een beetje naar beneden. En dan hopen dat de volgende wedstrijd gewoon voldoende spelen. Goeie voetballer, hè, die Ananag? Ja, goede speler. Ja. De zwervende speler, technische speler. Ja, maar die veel naar binnen kwam, dus ik moest zoeken of ik door moest dekken of niet.
Maar ik was niet veel bij hem in de buurt. En de keer dat ik bij hem in de buurt was, won ik wel mijn duels. Dus ja, dat is wel een goede speler. Dat zit er maar één ding op, Jeremy. Dat is gewoon winnen bij Os. Ja, dat is zeker waar. Dat is een mooie derby. En dan moeten we gewoon de 3 punten pakken. Nick Vossenbelt. Ongelukkige uitnederlaag bij Volendam, waar je een puntje had moeten pakken. Maar vandaag kreeg je een beetje voetballes, leek het wel. Ze speelden goed met Annenag, Celestiva en Overtoom met veel wisselingen. Daar hadden we moeite mee, zeker de eerste 20 minuten. Tijdens de hele wedstrijd, maar de eerste 20 minuten hadden we geen vat op. Toen kwamen wij wat beter in het spel en toen kregen we wat mogelijkheden. En dan ga je met 1-0, een fantastische goal van Overtoom. En dan ga je 1-0 rusten en in de tweede helft krijg je een levensgrote kans denk ik, om 1-1 te maken. En die gaat er niet in en toen dan geven we de goals wel heel makkelijk weg daarna. Dat is wel heel erg jammer, want je had een aardige serie achter de rug. Ja, die nederlaag van Volendam tellen we even niet mee, maar daarvoor? Nou ja, klopt. Het gevoel was goed. En daarom is het jammer dat het nu zo'n wedstrijd tussen zit. Maar het zijn ontwikkelingen en we moeten door. Ja, goed, we moeten door. Maar waar lag het volgens jou dan aan? Dat het niet op konden oplossen. Dat zij met zoveel zwervende spelers speelden. Daar hadden wij geen antwoord op. En wij zagen dat we dan... Door goed voetbal uit tweede helft bij Volendam nog tot kansen komen, tenminste weer in de wedstrijd komen. Dat was nu eigenlijk niet het geval. Ik kon ook weinig afdwingen. Hè? Veel balverlies, een beetje te traag ten opzichte van Almere. Die speelde heel snel op de counter. Heel snel voor, heel snel achter. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt hoe wij de laatste week eigenlijk hebben gespeeld. En dat hebben wij vandaag nagelaten. Dat is teleurstellend. Er zit maar één ding op, zei ik net ook tegen Jeremy Fernandes. Dat wordt gewoon winnen aanstaande vrijdag bij Os. Nou ja, klopt. We gaan morgen dit eens naamspreken. Inderdaad, dan moeten we 3 punten pakken. Nog even persoonlijk, ik had begrepen dat je een aanbieding hebt gekregen voor de komende 2 jaar. Voel je gestreeld? Of? Nou ja, natuurlijk is altijd leuk als de club met je door wil en dus de gesprekken lopen. En jij zegt dan netjes, ik houd het beraad? Ja, nou ja, we zien nogmaals de gesprekken lopen, dus... We zien binnenkort al. Zie je dat zelf? Wil je nog een stap hoger eventueel? Nee, ik heb het goed naar mijn zin met Den Bosch. Dus ik heb ook de overtuiging om gewoon hier verder te gaan. Dus we zullen zien hoe we eruit komen. Kans zit erin? Nou ja, de kans is zeker aanwezig, ja. En de kans zit er ook in dat we aanstaande vrijdag weer eens lekker gewoon winnen en dan in Os? Daar gaan we wel voor, ja. Daar gaan we 100% voor. Even nog je doelpuntje, Liek. Want je scoort niet alle weken. Je krijgt wel eens een kansje, maar deze staat er goed in, hè? Beschrijf hem eens. Mario Bilate dribbelde naar binnen en die speelde Regales in. Ik ging diep en ik kreeg de bal goed mee en ik kon in één keer doorlopen op de keeper van Almere. Ik schoof mijn hoekje. 3-1. Ik denk misschien zit die 2-3 er nog in. Ja, als je die nog snel erachteraan kan prikken, dan kan er misschien nog iets leuks gebeuren. Maar we kregen geen kansen meer om die 2-3 te maken. Terecht een nederlaag. Helaas wel, ja. Helaas wel. Ja, ondanks de carnavalsklanken in het stadion, de nederlaag voor FC Den Bosch. En dat betekent dat we gaan toeleven naar de regio derby tegen FC Os. En laten we hopen dat het daar allemaal goed gaat aflopen en dat we met 3 punten uit het Osse terugkeren.